Kijk, Robert, de eerste helft van het seizoen zit er nu op. We hebben even zomerstop. Wat is je bijgebleven van de eerste helft van het seizoen? Tja, één, Max met zijn gouden schoenen op de eerste test. Hè, dat hij als wereldkampioen begon, regerend wereldkampioen. Dat is natuurlijk wel een momentje. De Red Bull die met de nummer 1 auto de baan opgaat. Dat beseft toch weer hoe bijzonder 2021 was. Maar dan heel snel kijken naar de strijd. Want dat is waarvoor we de sport volgen. Wie is nou de uitdager van de regerend wereldkampioen? Nou, dat bleek Ferrari te zijn. En na een paar races dacht ik wel, dat wordt nog wel een lastige dobber voor Red Bull. Met een hele betrouwbare Ferrari, maar vooral ook hele snelle Ferrari. Charles Leclerc in Australië wonnen met zoveel overmacht. En Max die natuurlijk twee keer uitviel in de eerste drie races. Dus het is een seizoen van ups en downs. Maar als je nu kijkt naar de halfway time, dan is het Max en Red Bull die dominant zijn. Die hun fouten achter zich hebben gelaten. Dat was met name de betrouwbaarheid. Een rijdersfout heb ik gewoon nog niet gezien van Max. Ja, dan is de strijd om de titel misschien wel iets minder spannend dan we allemaal hadden gehoopt. Dit seizoen staat ook helemaal in teken van de nieuwe 2022 wagens. Heb je er al een beetje aan kunnen wennen? Ja, de nieuwe regels en de nieuwe auto's, daar kon je eigenlijk tijdens de wintertest al aan wennen. Ze zagen er gelijk fors uit, groter, weet je, bruter. Iets minder flaps en vleugeltjes zoals je bij mijn tijd nog had, weet je, leek het wel Star Wars. Maar we hoopten natuurlijk allemaal dat die regels zouden doen waarvoor ze zijn gemaakt. En dat is dat de auto's dichter bij elkaar kunnen rijden. En dat viel wel meteen op. Denk aan een Kevin Magnussen in één keer in de eerste races. Die last minute instapt. Die auto blijkt heel snel te zijn. Omdat Haas als een van de weinige teams al zo lang had gefocust op die nieuwe 2022 auto. En die zich gewoon in het gevecht mengt. Een beetje ernaast kan blijven, erachter kan hangen. Dus niet alleen maar die DRS-zones die belangrijk waren. Maar ook in andere bochten konden de auto's dicht bij elkaar rijden. En dat vind ik een dikke plus voor de Formule 1. Chapeau. Er zijn ondanks de budgetcap heel veel teams nu nog steeds aan het ontwikkelen van de auto. Welk team heeft voor jou gevoel nu het beste die ontwikkeling al meegemaakt? Van de eerste race tot nu? Nou, ik denk dat we kunnen niet ontkennen dat Mercedes niet alles heeft meegemaakt. Het is aankomen bij de eerste test en applaus krijgen van iedereen voor het revolutionaire denken. Hè? Dus out of the box denken. Binnen de reglementen, zo'n boek, krijgen alle teams dezelfde reglementen voorgeschoteld. Maar dan is het waar, zoek jij dan die limieten op? En je zag dat Mercedes compleet andere filosofie had dan wie dan ook. Nou, dat kan op twee manieren uitpakken. Of je bent een winnaar en je maakt echt het verschil en niemand kan je meer inhalen. Ja, of je hebt verloren in je keuze. En dat laatste is natuurlijk gebeurd. Denk aan porpoising, hè, de gestuiten op het rechte stuk waar ze last van hadden. Tot die tijd konden ze eigenlijk niet eens de auto ontwikkelen. Ja, hij is betrouwbaar, maar hij is zwaar, hij is log. Dus ik denk dat Mercedes wel echt een verliezer is. Maar er zijn ook teams die wel goed uit de box kwamen. 18-inch band, dat is ook iets dat dit jaar is geïntroduceerd. Heeft voor mijn gevoel het hele bandenmanagement spelletje een beetje op zijn kop gezet. Is het een goede zet geweest om over te stappen naar die 18-inch banden? Nou ja, ik denk je moet kijken naar noodzaak en veiligheid. Ik denk dat vanuit Pirelli's oogpunt met de nieuwe reglementen, zwaardere auto's, de manier hoe ze door de bochten gingen, dat ze ook wel nodig waren. Die andere type band, hè? Dus niet meer zo'n sidewall die dubbel kan klappen. En als de auto's nog zwaarder zijn, misschien wel van de velg afklapt. Nou, ik noem maar even een voorbeeld. Maar het was al bekend bij de teams. Dus het feit is, je kan er ook niet omheen. Dus je moet gewoon gaan testen en je moet je snel gaan aanpassen. Bandenmanagement is nog steeds wel een ding hoor in de Formule 1. Ik merk nog steeds wel dat je de rijders niet helemaal uitstappen alsof ze tot gaatje zijn gegaan. Omdat ze toch soms van pitstop naar pitstop moeten managen. En de onvoorspelbaarheid nog steeds. Kan je 30 rondjes op een medium band of kan je er toch maar 24? Dat hebben we ook nog wel gezien, dat nog wel eens voor variatie zorgt. Je weet ook dat de voorbanden, daar hebben ze best wel veel moeite mee met grip pakken, helemaal low speed corners. Kunnen de teams hier nog iets aan doen, afstelling van de auto, of is dit waar ze nu mee moeten doen? Ik denk dat alles wat je wilt bereiken met de banden is dat ze zo min mogelijk slijten. De graining die voorkomt tijdens de race, maar gewoon überhaupt de degradation, dus de bandenslijtage over het algemeen. Als de achterbanden te snel opgaan, ja, dan moet je naar binnen. Weet je. De voorbanden kan je nog wel omheen sturen. Maar het is met name balans zoeken en die sweet spot. En als je die sweet spot hebt gevonden, dan kan je de auto plaatsen waar je wil. En dan krijg je, als het goed is, een goede stint eruit geperst. In België gaat de FIA een nieuwe technische richtlijn hanteren. Weet je wat ze precies gaan doen?
Nou ja, er heerst een en ander wat ze willen bereiken. En dat heeft natuurlijk te maken met een team dat porpoising niet echt onder controle krijgt. En daardoor om een gele kaart gaat vragen naar de organisatie en aandacht gaat vragen om regelwijzigingen. En ik wil het absoluut niet sorgeren, maar wat Mercedes doet, in dit geval is dat team die natuurlijk een probleem heeft om het onder controle te krijgen. Ja, die is het dan. Dus proberen ze eigenlijk andere teams daarmee in mee te trekken. Om in hun voordeel te beslechten, hè, dat verhaal. Dus de enige oplossing voor Mercedes nu is, als je porpoising niet onder controle krijgt, moet je de auto hoger zetten. Zet je hem hoger, heb je minder grip. Zo werkt het in Formule 1. Krijg je meer rol, krijg je meer beweging. En werkt de vleugel niet zoals die moet doen. En werkt vooral het ground effect niet zoals het moet doen. Dus ik moet nog maar zien of die regels erdoor komen. De laatste stand van zaken was geloof ik 6-4. Zes teams in het nadeel, hè, van Mercedes en vier teams voor. Dus langzaam trekken ze toch wat mensen mee. Maar daar zou Ferrari en Mercedes of Ferrari en Red Bull voor gestraft worden, omdat Mercedes het niet op orde krijgt. Dus dat is. Ik ben geen voorstander van die regelwijzigingen mid-season. Het zou maar zo wel kunnen dat ze dus het in België helemaal niet doorgaat. Dat zou zeker nog kunnen. Ja. Red Bull zit er dit jaar gewoon goed bij, hè? Dat kunnen we niet ontkennen. Qua pace zitten ze er echt lekker in de wedstrijd. Met name dan Max Verstappen. Ja. Kan het dan dat Perez, laten we Frankrijk als voorbeeld pakken. Hoe kan het dan dat Perez zoveel moeite heeft op dat circuit met die auto? Nou ja, laten we vooropstellen dat Perez echt zijn plekje heeft verdiend bij het team. Van alle teammaten tot op heden heeft Perez het gelijk het beste gedaan. En dat was dan vorig jaar, waar hij natuurlijk teammaat van Max was. En gelijk een race kon winnen in Baku. Dat was geloof ik zijn eerste overwinning. En daarna kon hij wel de tweede man spelen in het gevecht voor de titel. Hij misschien wel zijn meest prestigieuze moment was minister of defense spelen in Abu Dhabi. Hè, om natuurlijk Lewis Hamilton zo lang achter hem te houden om dat gat te verkleinen met Max. Punten gescoord bij het team. Ik denk over het algemeen dat ook een hele fijne vent. Ik ken hem redelijk goed. Een relaxed vent is achter de schermen, ook binnen de organisatie. Zolang hij maar niet in zijn hoofd gaat halen dat hij de nummer 1 kan worden bij het team. Want dat is hij niet. En dat gaat hij ook niet worden. Dat is Max Verstappen. Dat is wel duidelijk. En dan heb je een prachtige carrière als, en niet lullig bedoeld, als de nummer 2 man bij Red Bull. Je kan je overwinning pakken op een dag dat het er een mogelijkheid er is. Nou, dat hebben we ook gezien. Ik bedoel Monaco, waanzinnige dag voor de Mexicaan. Hij kan eigenlijk vanaf dag 1 beter uit de voeten met deze auto dan Max. En dat is omdat die auto aan de eerste instantie best wel wat onderstuur had erin zitten. Onderstuur betekent je stuurt in en de auto wil rechtdoor gaan. En waar Max van houdt is een auto die misschien iets meer op zijn voorkant leunt. Dus het moment dat je instuurt, dat hij ook gelijk gaat. Nadeel daarvan is, je stuurt in, bam, komt de achterkant. Of de andere kant op. Kijk, dat is handig van zo'n stoel, hè, die zo ronddraait. Kan ik dat doen? En eigenlijk wat er gebeurd is gedurende het seizoen, is die auto van onderstuur is langzaam meer op zijn neus gaan komen. Meer grip. Dus Max heeft die auto naar zijn hand kunnen zetten bij het team, bij de engineers. Ze zegt, dit heb ik nodig om harder te gaan. En op dat moment dat die auto meer op de voorkant komt, gaat hij verder weg van Perez. Dus Perez krijgt meer moeite om die auto onder controle te krijgen, durft minder op de limiet te gaan. Daardoor zie je dus dat gat groter worden met Max Verstappen. Hier zit Perez, hier zit Max. In de kwalificatie was hij er even bij in Frankrijk. Prachtig rondje. Was hij zelf ook van verbaasd waar dat vandaan kwam. Maar in de race zie je wel weer dat hij niet de pace heeft voor Max. Kan hij dan niet gewoon een andere setup pakken? Nou ja, het is bewezen dat die setup sneller is. Dus het team, jij kan wel dan een half seconde langzamer zijn. Dan kan je zeggen, ja maar ik wil dat de auto die kant ontwikkeld wordt. En dan zegt het team, ja maar zorg nou eerst dat je binnen een half seconde zit. Dat je die half seconde gaat vinden. En dan kan je meedenken over de ontwikkeling. Want jij rijdt nog niet op de limiet van de spullen. En natuurlijk, dat is altijd de afweging binnen een organisatie. Kan je de auto naar je hand zetten? Top. Zo niet, zal je rijstijl iets wat moeten aanpassen. En dat is nog best lastig als je al zoveel jaar in de Formule 1 zit. Van welke race heb je tot nu toe bezig genoten? Poeh, het zijn er een hoop. Kijk, een bak water. Monaco is altijd leuk. Ik denk dat dat was een hele goeie. Sergio Perez die hem daar won natuurlijk, was spannend. Silverstone was wel een flinke, met name ook door die klapper van Zhou bij de start. Dat je denkt, jeetje jongens, de Formule 1, het is en blijft toch wel. Het is goed dat we er af en toe eens bij stilstaan. Ik gun niemand dat hij crasht, maar het is wel goed dat we af en toe zien van hoe gevaarlijk eigenlijk die sport is. Tegelijkertijd wat we ervan kunnen leren om die veiligheid te verbeteren. Want het is natuurlijk heel gek dat Zhou op zijn dak eindigt. Vervolgens achter een bandenstapel tussen een hek terechtkomt. Mooie battles. Ja, Jeddah was wel spannend. Jezus, ik kan er niet één kiezen, man. Moeilijke vraag. De mooiste moet nog komen. Ja, oké. Okay, ja. Ja, goed dat je Joe aanhaakt. Hij is de enige rookie bij het team van Alfa Romeo dit seizoen. Ja. Overall, hoe vind je dat hij het doet? Nou, hij wordt sowieso rookie of the year. Dat is mooi. Die heeft hij binnen. Kan hij toch wel opteren.
Ik vind dat hij het wel goed doet. Kijk, wat altijd lekker is, is natuurlijk in de buurtrace gelijk een punt pakken. Hè, dat haalt gelijk de angel eruit. Dat heeft ook een Tsunoda gehad in de AlphaTauri-tijd. Eerste weekend gelijk te staan, een punt pakken. Bottas onverwacht snel met die auto. Hè. Dat is ook het leuke aan die nieuwe reglementen. Dat sommige teams in één keer, boem, er waren. Maar ik denk dat hij toch wel een klapje heeft opgelopen mentaal. Naar die impact op Silverstone. Want ik zie zijn pace daarna wel substantieel minder zijn dan Bottas. De teams moeten nu ook verplichte rookie-testen doen. Nou, we hebben Vips gezien. Is dan nu een beetje een ander verhaal geworden. De Vries bij Williams, bij Mercedes. En dan gaan we nog een keer bij Mercedes testen, zeg jij. Stomen ze niet nu klaar om toch een keer in te stappen volgend jaar, denk je? Of is dat einde verhaal? Nou, het is heel goed dat die regel er is vanuit de Formule 1 om jong talent een kans te geven. Hè? Want kijk, in mijn tijd was het onbeperkt testen. Ik heb geloof ik 36.000 kilometer getest in een Formule 1 auto voordat ik ging racen bij Red Bull. Dus nu is dat veel minder. Dus die jongens, om die een kans te geven van hoe opereert het team en zo, ben ik hartstikke voorstander van. Ik zag ook nog een nieuwe rookie uit Polen, Robert Kubica. Die had ook zijn rookie test. Dat was ook heel bijzonder om te zien. Mijn maatje. Nee, die viel daar dan niet onder. Maar ja, reserve rijden bij het team is belangrijk dat hij af en toe ook eens in die auto zit. Wie zou jij nog graag als rookie willen zien? Is er een rookie van je denkt... Kijk, in Formule 2 zie ik niet een enorme talentlichting. Dus iemand die er echt uitspringt, die zoals een George Russell, die gewoon dominant zo'n titel won. Of een Norris, die er goed bij zat en dat soort mannen. Kijk naar Amerika. Ik zou wel eens IndyCar Formule 1 jongens vaker met elkaar willen zien vergelijken. Dus een Peto Award bijvoorbeeld, die net heeft gewonnen in Amerika. Dat is een Mexicaan in dienst van McLaren. Ja, laat hem een keer gewoon bij McLaren zo'n training rijden in een weekend en kijken wat er gebeurt. Dat soort mannen zou ik wel willen zien. En we hebben nog meer Colton Herta. Ik vind ook dat een Amerikaan een keer bij Haas moet rijden. Dus je moet eigenlijk kijken of je Joseph Newgarden of dat soort mannen die in IndyCar succesvol zijn geweest of nog zijn. Haal ze die plas over, zet ze in de Formule 1 en kijk wat er gebeurt. Dus het gaat eigenlijk andersom worden. Je zag heel veel Formule 1 coureurs ook naar IndyCar komen. Of tenminste veel. Je zag als de Formule 1 voorbij is, dan is dat daarna het mooiste om te doen. Dat spreek ik uit ervaring. Dus je denkt dat we misschien wel... Een switchback. Ja. Ja, waarom niet? Ferrari heeft onwijs veel betrouwbaarheidsproblemen. Als voormalig Formule 1-coureur zit je dan wel lekker in die auto als je weet dat die auto zoveel problemen heeft? Ferrari kwam natuurlijk van heel ver en die wilden we hier naartoe. Nou, onderweg daar naartoe betekent betrouwbaarheid, motoren, meer performance en betrouwbaar zijn. En een snelle coureur. Nou, die hadden ze vastgelegd. Maar dan betrouwbaarheid en performance. Dus die motor met die MGUH hebben ze een enorme sprong gemaakt. Dat is bij het opladen van die batterij. Maar dat betekent dat je, als je meer performance vraagt, dat de betrouwbaarheid omlaag gaat. En dat is precies wat er gebeurt. Ze hebben natuurlijk, los van Charles Leclerc, ze hebben bij Carlos Sainz een motor in de fik gehad. Charles Leclerc twee keer, Barcelona en Baku. Ja, als je dat optelt, jongens, dat zijn al geloof ik 60 punten bij elkaar. Minimaal. Waar kijk je naar uit in de tweede helft van het seizoen? Een hele mooie battle vooraan. En laat Mercedes ook maar in de mix komen. In ieder geval voor P3, weet je wel. Dus dat er 6 man strijden om een podium. Maar in ieder geval 2 die er vandoor gaan ieder weekend voor een overwinning. Laat die maar met elkaar vechten. En dan daarachter ook heel veel strijd. En ik vind het ook mooi om te zien de battles voor P6, P7 met een Mick Schumacher in Engeland. Met Max, weet je, was ook gaaf. Wiel aan wiel. Dus ik vind dat de regie het goed in beeld brengt. Dus op naar de battles in seizoen 2. Maar uiteindelijk wordt Max wereldkampioen, dat weten we. Dankjewel. Tof. Ja? Thanks.